Vandaag in onze haven. De Biobase Europe Pilot Plant, een proeffabriek voor een betere wereld. Hoeveel zonne-energie levert onze haven? Maar eerst, veiligheid gaat voor alles in Noordzeeport. We geven hier opleidingen, trainingen en we doen oefeningen. Het gaat echt van heel klein, gewoon een brand in een kast of een pannetje, tot wat je hier achter ziet, hele grote industriële objecten waar brand is of ongevallen zijn. Het Veiligheidscentrum Zeeland, gelegen in de buitenhaven van Vlissingen, geeft veiligheidstrainingen zowel aan medewerkers van havenbedrijven als aan regionale hulpdiensten, zoals de brandweer. En wat we hier eigenlijk hebben, zijn allemaal kleine replica's van dingen die we in dit gebied tegenkomen. Gewoon woningen, flatgebouwtjes, maar ook de industrie. Bijvoorbeeld een Dow, een Zeeland Refinery. Al die installaties die zijn hier in een kleine vorm teruggebouwd. Waardoor we eigenlijk voor de lokale brandweer, maar ook voor de industrie en de kleine bedrijven kunnen oefenen en trainen. De haven en havengerelateerde activiteiten worden steeds belangrijker voor het veiligheidscentrum. Binnenkort komt er zelfs een aanlegstijger met een oefenschip. En het centrum gaat zich steeds meer richten op veiligheidscursussen voor de offshore. Want steeds meer mensen werken en verblijven op en in de nabijheid van de zee. En daar is veiligheid helemaal belangrijk. Als iets gebeurt op een windmolenpark of in een sluis, 25 meter, 30 meter diep, dan is het goed en mooi dat mensen zelf hun eigen hulpverlening daar kunnen organiseren. Dat ze zelf kunnen zorgen voor hun eigen mensen. En dat geven we ze mee. In handelingen, in brandblussen, in medische hulpverlening. En organiseren, tot ze daar rustig en beheerst hun werk kunnen doen. Zoveel gezinnen of huishoudens kunnen jaarlijks leven van de energie die alle zonnepanelen in onze haven op dit moment opleveren. Dat is 110 megawatt in totaal per jaar. En precies de hoeveelheid voor de Zeeuwse steden Vlissingen en Terneuzen. Het havengebied is zeer geschikt voor zonneparken. Zo vinden we dit langgestrekte park in Vlissingen en deze zonneberg nabij Gent. Maar er komen de komende jaren natuurlijk nog veel meer zonnepanelen bij. Aan de Braakmanhaven bij Terneuzen wordt alweer een nieuw park ontwikkeld. 30 hectare groot en goed voor weer eens 12.000 huishoudens. Wij kweken hier micro-organismen in die grote bioreactoren achter ons. Wij maken hier allerlei producten. Een van de producten die wij maken zijn vleesvervangers die straks bij jou in de supermarkt komen te liggen. Stel, je hebt een goed idee. Innovatief, duurzaam en biobased. Dan kun je terecht in Gent bij de Biobase Europe Pilot Plant. In deze zogenoemde proeffabriek proberen ze beloftevolle ideeën vanuit het laboratorium om te zetten naar een industrieel en commercieel proces. Dat zijn producten op basis van biomassa, dus niet op basis van fossiele grondstoffen zoals petroleum of aardgas. Dus dat noemen we de biogebaseerde economie. Deze economie is gebaseerd op plantaardige of dierlijke restmaterialen als grondstof. Denk daarbij aan producten zoals volledig afbreekbaar plastic of bio-energie. En onze klanten dat zijn bedrijven, zowel groot als klein uit Europa of de rest van de wereld. En die hebben vaak een biogebaseerd proces ontwikkeld op kleine schaal. En om dat proces op kleine schaal naar grote schaal te brengen, dat is lastig. Hè. Dat is een gradueel proces en dat is precies de reden waarom ze naar ons komen. Want wij kunnen uiteindelijk zo'n proces opschalen tot op een industrieel niveau. En we kunnen dat eigenlijk veel sneller en veel goedkoper dan dat de bedrijven het zelf kunnen. Er is hier een duurzaam bestrijdingsmiddel voor landbouwgewassen ontwikkeld. Evenals een biobutanol uit een product dat overbleef bij het stoken van whisky. Ik hoop echt, en ik denk het ook, dat we hier echt werken aan een betere wereld van de toekomst. We ontvingen foto's van Thomas Janssens, een
professioneel fotograaf. Bedankt voor deze prachtige plaatjes. Misschien inspireert het u ook. Stuur uw havenfoto's of video's naar onzehaven@noordseaport.com. Tot over 2 weken.